Deze oer-Hollandse stampot wordt een beetje Italiaans door de basilicum en de gorgonzola in de stampot. Maar allereerst begin je met het koken van de aardappelen. En dat doe je met een beetje zout. Die kook je dan 15 tot 20 minuten. Dan giet je ze af en dan stamp je ze fijn. Vervolgens voeg je dan de crème fraîche eraan toe. Samen met de boter, melk en peper en zout. Dat stamp je fijn. Vervolgens verhit je wat boter in een pan. Daar gaat de prei bij, die heb je natuurlijk eerst goed gewassen en laten uitlekken. Die bak je dan op matig vuur gedurende 10 minuten. Dan voeg je currypoeder toe. Roer alles goed door. En dan gaat daar de gorgonzola bij. Die roer je los. En dit voeg je dan bij de aardappelpuree. Dat warm je door. En op het laatste moment gaat daar dan nog de gesneden basilicum bij. En dan heb je een heerlijke oer-Hollandse stampot met een Italiaans tintje.